Virgil, dit is wel een manier om even terug te keren in Nederland. Ja, tuurlijk. Het voelt heel fijn om zo terug te keren in Nederland met de overwinning en een doelpunt. En nog de overwinning ook nog. Het voelt heel fijn om zo terug te komen, ja. Ja. Ik hoorde gisteren jouw optimistische teksten. Ik dacht van ja, dat moet hij natuurlijk wel zeggen, omdat hij hier komt. Maar wat een avond. Ja, zeker. Wat een avond. Ja, die teksten, dat moest ik niet zeggen. Dat was mijn eigen gevoel. En mijn gevoel had dus wel gelijk. Als PSV niet goed in hun vel zat, konden we zeker steunt hier vandaag. En dat is ook gebeurd, ja. Waren jullie zo goed? Was PSV zo slecht? Nou, dat is een goede vraag, hoor. Ik vond dat we zelf wel aardig speelden, hoor, vandaag. PSV zat niet in hun vel. Dat zag je ook. Veel ballen uit, slordig balverlies. Heel laag baltempo. Niet gewend van PSV, want thuis spelen ze meestal heel aanvallend. En ja, vandaag was het heel minder en daar hebben wij gewoon goed van geprofiteerd. Ja, ik moet eigenlijk mijn excuses aanbieden. Toen ik hoorde dat jij naar Ludogorets ging in Bulgarije, toen dacht ik, waar gaat dat leuke, jonge, frisse talentje toch doen? En nu speel je hier een Nederlandse topclub van de mat. Ja, klopt. Ik was niet de enige, hoor. Nee? Er waren nog veel meer mensen die vroegen, waar gaat hij nou naartoe en wat gaat hij daar doen? En daar is maffia en van alles. Ik heb echt heel veel dingen gehoord, maar vandaag heb ik laten zien dat het helemaal niet zo is en dat we gewoon een goede team hebben en dat we vandaag gewoon hebben gewonnen. Ja, is dat voor jou persoonlijk dan extra lekker om hier dat te kunnen laten zien? Natuurlijk. Ik heb al met Mitchell Burgs, die andere Nederlandse jongen uit mijn team, hebben we het erover gehad. En toen zei ik ook tegen hem van, als we tegen een Nederlandse team mogen spelen, zou het zo fijn zijn. Kunnen we vergelijken hoe het daar is en hoe het in Nederland is. En ja, dat we hier mogen komen en tegen PSV mogen spelen. PSV is niet zomaar een club. En nog kunnen winnen, dat is natuurlijk heel fijn. Ja, je hebt hier wel eens vaker met 0-2 voor gestaan. Dat klopt, toen dacht ik ook dat we zouden stunten, maar dat is er niet van gekomen toen. Maar ik ben hier vaker met 0-2 voor gekomen, ja, klopt. Proficiat. Dankjewel.